zijn in Bataviastad. Op zondagmiddag staan we hier eigenlijk in alle drukte midden in het centrum. En vandaag hebben we samen met Team Heiner het Nederlands kampioenschap matchracen. Ja, matchrace is terug in Nederland. Dat vind ik heel goed. Het gaat zeker een spannende finale worden vanmiddag tegen het team van Roy Heiner. Als we zien wat er nu gebeurt op de Strekdam, dan zijn daar een mooi aantal bezoekers. En als je nu kijkt naar het evenement, is het echt fantastisch. Ik denk dat de combinatie met Batavia Stad is super. Het is hier een prachtige accommodatie om die wedstrijden te varen. We varen een best of five. Dus het team wat als eerste drie wedstrijden heeft gewonnen, dat wint die finale. Ik denk dat het publiek wafelsgeld krijgt hier vanmiddag. Nou, hier staan we dan in de zon. Eigenlijk is de zon uitgekomen voor de eerste Nederlandse kampioenschap matchracing. Een evenement echt voor iedereen. Waanzinnige spannende wedstrijden. Finale tussen onszelf en Jurjen Veitsma. Ja, ongelofelijke spektakel. Maar eigenlijk hebben wij gewonnen. Ongelofelijke spannende wedstrijden. Maar ook aan de wal. 500 plus mensen. Kinderen in de springstoelen. Dat was echt iets te beleven voor iedereen. En dat was het leuke van de sport. Het is gedragen door heel veel mensen. En ze waren allemaal in Lelystad op de Strekdam om te kijken naar de 2012 Open Nederlands Kampioenschap Matchracing. Het was een top evenement. En we zien jullie allemaal graag volgend jaar.